Kan je aangeven wat de impact is van het besluit van Tom voor de ploeg? Uh, ja, dat is natuurlijk gewoon heftig heftige, heftige nieuws. Uh, we gaan gewoon een, uh, voorlopig een hele goede renner uh, missen. Alleen, uh, kijk, uiteindelijk is het zo dat, uh, uh, dat het de mensen altijd boven uh, dus de atleten gaan. Uh, daar hebben we al heel lang, heel, heel vaak over gesproken. Uh, daar hebben we ook Tom alle hulp bij, uh, bij geboden al, uh, ja, al, al in het vorige seizoen. Um, en uiteindelijk um, um, ja, bleven eigenlijk dezelfde vragen bij hem opkomen. Um, en heeft hij uh, ja, in, in nauw overleg met ons besloten om voorlopig uh, uh, een break te nemen. Um, even ja, tot zichzelf te komen. En ja, daar steunen wij hem in. En uh, hebben wij ook begrip voor getoond. Komt dit dan niet als een verrassing voor jullie? <coughs> Ja, kijk, we werken natuurlijk heel intensief met elkaar samen. Uh, ja, nu al uh, meer dan anderhalf jaar, denk ik. Uh, dus ja, gedurende uh, die periode weten uh, ja, we natuurlijk heel goed hoe het met, met onze mensen gaat. Uh, wat er gebeurt waar, waar mensen tegenaan lopen, waar Tom in dit geval tegenaan is gelopen. Dus in zoverre dat, uh, ja, dat er geen verbetering in zat en uh, dat hij de levensvragen die hij zelf heeft nog niet heeft beantwoord. Ja, dat, dat komt niet als een verrassing en ja, we hebben uiteindelijk gezamenlijk uh, uh, ja, deze beslissing genomen. Dit ja, zijn net de vragen die hij bij ons neerlegt. Wat zijn dat dan, de vragen <coughs> die hij bij jullie neerlegt? Nou, kijk, ik denk dat het, dat het eigenlijk uh, topsport overstijgend is. Uh, in, in, wij, wij leven natuurlijk in een, uh, in een enorm competitieve wereld met elkaar. We uh, zijn continu bezig om uh, um beter te worden en om ons te ontwikkelen. Maar uiteindelijk, bovenal, zijn we mensen. Uh, en, en vanuit die fundering uh, vindt vind dit alles plaats. Hè? Dat je in de basis gewoon heel erg kunt genieten van wat we aan het doen zijn. Dat je geniet van de trainingsritjes, dat je geniet van, uh, van de harde trainingen, van het beter worden, van het met elkaar uh, doelen stellen. En als, als daar het plezier langzamerhand uh, uit wegvloeit. Uh, en, en ja, dan, uh, dan komt op een gegeven moment ook het punt van ja, wil ik dit nog wel? En uh, heb ik hier echt de lol in die ik wil? En daar heeft Tom, uh, daar hebben we met Tom uh, ook um, professionele hulp uh, bij betrokken. Daar uh, uh, zijn we heel hard mee aan de slag gegaan. Uh, maar goed, uh, in dat proces is ook een uitkomst dat je dat er dus ook kan van ja, ik weet niet of ik dit nog wel wil. Nou, en dat is ja. Uh, uh, yeah. Dat is uiteindelijk echt Tom zijn beslissing en daar steunen wij hem in. Kan jij aangeven uh, hoe lang dit al speelt, ook met de professionele hulp die jullie hem bieden? Uh, ja, dit, dit, dit is uh, kijk, sowieso in, ons, in onze begeleiding uh, zijn, hebben we experts uh, die, uh, die ons hier bij dit soort zaken ondersteunen. Dat geldt niet alleen voor Tom, dat geldt voor het hele team. Uh, en, en eigenlijk vanaf het traject dat we samen zijn uh, begonnen te werken. Um, ja, uh, zijn dit soort zaken opgekomen? En um, ja, ik denk in feite dat het in eerste instantie hoort, het dan nog bij de begeleiding. Um, hè, want het is, uh, ja, dit, dit soort zaken, dat is natuurlijk niet dat dat helemaal niet, ja, net zoals in de normale wereld gebeurt, dat ook in de topsportwereld. En daar proberen wij zo goed mogelijk ook uh, mee om te gaan, en renners in te begeleiden en ons niet alleen maar uh, op de sport te richten, maar echt op de persoonlijke ontwikkeling. Op ja, op, op, op het mens zijn en hoe wil je je leven leiden. En dat, dat heeft ook bij Tom vanaf het allereerste moment gespeeld dat hij bij ons in het team kwam. Um, en, en ik denk ook dat, dat hij in het verleden ook al heeft aangegeven dat dat soort vragen ook al wel eens eerder ook, um, een rol hebben gespeeld. Um, maar goed, weet je, zoals wij dat ook benaderen, ja, dat, dat hoort ook gewoon bij ontwikkeling en bij ouder worden. En, um, ja, en, en dat, dat, is, uh, dat is nu ook wat, uh, wat er bij Tom speelt. Gisteren zijn eigenlijk alle plannen bekendgemaakt voor alle renners, de individuele programma's. Ja. Kan je aangeven wat de sportieve impact is van uh, dit besluit? Ja, die, dat heeft natuurlijk impact, want uh, Tom is een, uh, is een fantastische renner. Uh, maar goed, uiteindelijk uh, is het uh, team Jumbo Fisma. Uh, hebben we een rennersgroep van 27 renners, waar Tom helaas nu voorlopig uh, even niet uh, deel van uitmaakt. Uh, ja, er zijn ook weer, weer, weer mannen die. die... Ja, die zien hun kans en uh, er komen plekjes vrij in mooie wedstrijden. En daar gaan we nu rustig over nadenken. Uh, we hebben nog steeds een supersterk team. Uh, kijk, een, een Tom die, die happy is, uh, die goed in zijn vel zit, uh, die niets liever wil dan topsporter zijn. Dat is natuurlijk een geweldige uh, renner voor, voor Jumbo Visma. Alleen in dit geval, als Tom zich. Uh, dus niet happy voelt en dit niet wil doen, ja, dan, uh, dan, dan is het ook automatisch zo dat het ook niet goed is voor de ploeg. Uh, en ja, dat, daar, tot die conclusie zijn we gewoon ook allebei gekomen. Um, en, en met, met begrip voor, um, voor elkaar. En ja, nu gaan we ook weer verder. Heeft hij aangegeven hoe lang hij er tussenuit wil? Of hebben jullie daar een termijn aan verbonden als ploeg? Nee, want ik denk, ik denk in dit soort trajecten dat er geen einddatum moet zijn. Want uh, die einddatum komt dan vanaf dag één dichterbij. Dit is echt een, 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 een proces, een natuurlijk proces. Op zoek gaan naar jezelf. Uh, en en daar, daar moet geen einddatum op staan. Ik denk dat, dat, dat wij als ploeg, uh, onze sponsoren, de staf, zijn ploeggenoten, iedereen, uh, ja, uh, Tom ook, ja, ik denk dat die. Heel erg de steun voelt. Um, uh, en, en we gaan gewoon kijken hoe het leven loopt. Hoe moet je dit zakelijk nu uh, gaan zien? Is het een, een lange vakantie? Is het een lange break? Uh, wat is de. Ja, goed, het is allemaal nog zo vers. Uh, voorlopig uh, gaat het om de mens Tom en die neemt een break. En, en hoe, we dat, hoe we dat gaan invullen, dat, uh, dat zal later. Uh, um, ja, daar gaan we later mee aan de slag.